Ik heb mijn auto gestolen van politie. Kom maar, rennen. Ik heb mijn auto gestolen, jongens. Waarom ben ik opgepakt voor insluiting? We konden u niet normaal aanspreken. Je hebt het niet eens geprobeerd. Het blijft bij een boete van 5k. Wat? Gast, waarom moet ik 5k betalen? Wat is dit? Je mag vrij. Wat? En je auto? Waar is je auto dan? Ik heb met hem gepraat hoor. Toen zei dus Stefan hier zo, die nu heel blij voorbij komt rijden in mijn auto. Wat de heck? Hij neemt mijn auto. Ja, dan wordt hij ingenomen. Kijk, zie je? Hij wordt nu wel ingenomen. Als hij mijn auto meeneemt, hè? Dan gaat hij... Oh, yo. Kan je niet maken. Je kan niet mijn auto innemen. Die gozer zegt net, er wordt niks ingenomen. Daar heb ik screen van, hè, Stefan? Wat is dit? Mijn auto is afgepakt. 60k. Gast. Auto pakken is diefstal plus inbraak. Nou, maar niet als we het zien. Hallo mensen op Potron. Tof dat jullie kijken. Het is een gloednieuwe Mijntopia aflevering. En we zijn hier weer bij een leuke aflevering wat mij betreft. Ik denk dat het leuk en spannend gaat worden, jongens. Top? Dat denk ik ook wel, Stefan. En ik ben hier samen met Kenny. Hoi. Hoi, Bollet. En met Joe. Hoi. Hi, Stefan. De vorige aflevering, jullie hebben net gezien natuurlijk wat er toen is gebeurd. Dat was even een korte samenvatting. We gaan het ondertussen nog een klein stukje uitleggen. Dat ga ik wel doen. Laten we ondertussen even naar politie downtown lopen. Wat het plan is, gaan we ook vertellen. Ja, ook. Laten we ondertussen lopen, gaan. Ja? Kenny, kom. Ja, maar jemig, ik zit net zo lekker. Oké, de vorige aflevering ben ik op een hele rare manier aangehouden. Als je dat niet hebt gezien... klik dan even het linkje in de beschrijving of gewoon op ons kanaal vorige video. Of denk het ietsje dat staat hier, denk ik, als we het niet vergeten. Ja, tuurlijk, ietsje staat. Yes. Klik wel rechtsbovenin op het ietsje. Rechtsbovenin op het ietsje moet je even klikken. Daar staat de video. Kijk die eerst even, want dit is het vervolg daarop. Ik ben aangehouden op een rare manier, zonder halt. Ik hoef het eigenlijk helemaal niet te stoppen. Mijn naam werd niet gezegd, geen halt, helemaal niks. Je werd gechilled terwijl je in je auto zat. Afstand chilled terwijl ik in de auto zat. En toen zeiden ze, oké, er wordt een boete. Daarna zei die agent, toen ik werd vrijgelaten met alleen maar een 5k boete en geen celstraf, geen prison. Terwijl het eigenlijk een inbraak was. Maar goed nieuws toch? Ja, dat goed nieuws inderdaad. Voor een keer hoef je niet te prison als je inbreekt. Ja, daarom. Dus moest ik 2 maanden naar prison. En toen zei hij, oké, hij wordt niet afgepakt. Ik zei, moet ik hem zelf ophalen? Zegt hij, ja, inderdaad, moet je zelf doen. Dat dus zag je in de video. Dus we liepen daar naartoe. Ik werd weer gechilled. Terwijl hij bij mij in de auto zat, want we wou hem gaan halen. Ja, heel raar, omdat hij weer een foutje had gemaakt voor de zoveelste keer. En toen kwam in één keer die agent hier terugrijden met mijn auto. Zegt hij, je mag hem terug voor 60k. Maar dat was niet de afspraak. En toen zeiden we al, we zijn natuurlijk potgrond en zo ga je niet om als politieagent met potgrond. Dus we gaan de agenten even een lesje leren, even een koekje van eigen thee geven. Ja, jullie, ik niet. Ja, jij niet inderdaad. Ik ga het doen, want ik ga hem eentje naar binnen. Daar bij mij? Jij blijft ook buiten. Oké, maar ik kijk wel toe, ja? Ja, is goed. Laat even omlopen, dan kan je mijn auto goed zien. Er is op dit moment geen politieagent aanwezig volgens mij, of wel? Nou, wel online, maar ik zie niemand hier. Er zijn wel online, maar ik zie ze hier zo niet zitten. Ja. Hier zo bij het hek staat, als het goed is, mijn auto, als ze die niet hebben weggehaald. Nee, klopt, hij staat er nog. Deze roze auto is van mij. Wat fancy. Je kan hier heel makkelijk inkomen. We hebben alleen een probleem. Er is hier een camera en er staat daar een camera, zie ik op de hoek. En daarachter nog eentje. Ja. Maar er is niemand die het kan filmen of het bewijs heeft, want deze camera's werken natuurlijk niet echt, want het is Mijntopia. En omdat wij het opnemen, telt het ook niet. Want meer dan 10 mensen hebben dat gezien. En als duizenden mensen het zien, telt het bewijs helemaal niet meer. Nee. Dus wij zouden onze auto gewoon kunnen terugpakken. En dat in principe wel, ja. Toch? Ja, tuurlijk. Want ze kunnen niet zeggen, we hebben de camerabeelden teruggekeken en we hebben gezien dat jij hem hebt gestolen. Want dat slaat nergens op, want ze hebben het zelf niet eens gezien. Nee, klopt. Niemand heeft het gezien. Tenzij ze nu mee spectaten, maar dat lijkt me sterk. Nee, dat kunnen ze niet. Spectaten. Ja, misschien een staf of zo. Nee, tuurlijk niet. Dat is toch off-roleplay, gast. Ja, oké, dat is off-roleplay. Dat telt natuurlijk niet. Oké, dus dat is het plan. We willen natuurlijk onze auto terug en ik ga zeker weten geen 60k betalen voor een onterechte aanhouding. Want zo ga je niet met Itjo Stefan te werk. Heb je wel 60k? Ja, ik heb 3 miljoen. Oh, ik had serieus gedacht dat je het niet had. Oh jawel, heb ik wel. Maar ja, ik wil gewoon geen 60k aan een politieagent. Nee, gast. Het slaat ook nergens op. Mijn auto af, nee. Slaat ook nergens. Waarom denk je dat ik die 5k boete voor je heb betaald? Ja, wel lief. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Doe ik die vaker, hè? Geboden toegang voor onbevoegden. Er is geen agent, hè, hierboven. Ook niet bij de kamer. Kijk, nee. Wel online, maar ik zie het niet. Kenny, loop jij naar binnen eerst bij de politiebureau? Kijk daar even rond. Ik sta AFK. Wat moet ik doen? Loop even bij het politiebureau naar binnen. Kijk even of je iemand ziet. Is er geen agent? Ik zie we gaan trouwens voor de 2e keer een auto stelen, jongens. Nee, geen agent. Zeker weten. Oké.
Ja, ik zie ook helemaal niemand. Er zijn hier wel camera's, maar die tellen dus niet. Ik heb geen super illegale goederen op dit moment. Deze kunnen trouwens niet filmen. Ja, oké, okay, gaan we maar. Deze zien we niet. Deze alleen die daar niet, verderop. Alleen die daar. Ga. Oké, ja? Go. Moet je mijn masker hebben of... Nee, ik ga wel snel. Komt-ie. Let's go. Op het politieterrein ben ik. Hier staat mijn auto. Kan ik hem oppakken? Hoofdigen! Yes. Gast. Oh, jullie moeten schrikken. Jongen. Ik heb mijn auto gestolen van de politie. Kom maar, rennen. Ik heb mijn auto gestolen, jongens. Kom, gaan we terug naar je appartement of wat? Nee, kom naar Atlanta, heel snel, gast. Of ga naar de kaap, dat is dichterbij. Mijn hart, hè? Holy shit. Ja, kom. Lopen. Rennen. Waar lopen holy jullie? Holy shit. Hij gaat met de zekerheid gewoon weg. Hij zei in de vorige video, als je je auto steelt, is het diefstal en wat was het? Inbraak. Maar niemand heeft het gezien en diefstal van je eigen spullen is geen diefstal. Iedereen kan het hebben gedaan, toch? Iedereen kan een auto hebben. Iedereen kan het hebben gedaan. Ik weet het Atlanta of de Kaap? Kom Atlanta. Atlanta. Ik heb geen idee wie mijn auto heeft, jongens. Wij ontkennen alles. Hey Gino, ik heb geen idee wie mijn auto heeft. En dan zeggen ze van, jij hebt hem gestolen, we hebben bewijs. Dat kunnen ze niet zeggen, want ze hebben geen bewijs. Ja, klopt. Holy shit. Jongens, we zijn op dit moment oprecht slimmer als de politie. Nou ja, dat hopen we. Als we dit terugkijken, denk ik zo waarschijnlijk, je bent helemaal niet slimmer. Nou, ja, oké. Ja, klopt. Waarschijnlijk word ik nu zo dik gezocht, hè? Ja, dat hoort niet, nou, eigenlijk. Nee, dat hoort niet. Gezocht, ik ben oprecht aangehouden. Ja. En als ik word gezocht, is het diefstal. Wat is diefstal? Hier komt de grote grap. Ja, die auto stelen, dat is toch de diefstal. Nee, wat is de straf daarop? Oh. Maar Stefan, hier komt dus de grap. Nou? Bent uit een auto gejailed. Ja, ik ben uit een auto gejailed. Ik ben niet aangehouden, ik werd niet halt gezegd, mijn naam werd niet eens gezegd, dus ik had gewoon recht om weg te rijden. Ja? Uit een auto gejailed, wat klopt er niet? Afstand jail, ja, bedoel ik. Nogmaals, uit een auto gejailed, daar gaat het al fout. Ja. En daarna zei hij, ja, je kan je auto zelf ophalen. Dat moet je dan zelf doen. Ik zeg, gast, daar heb ik geen zin in, ben ik te lui voor. Gaat die guy snel mijn auto halen en me langer vasthouden? Ja, hallo. Precies. Zo gaan we natuurlijk niet te werk, hè. We zijn natuurlijk wel potgrond. Dus, we zijn wel... Oh, hey, hier is die agent Stefan. Maar ja, maakt niet uit. Niet in je auto rijden, Stefan. Niet in je auto rijden. Nee, en niet laten auto. Zien. Niet laten zien. Daar staat hij. Oh my god, ik vind het zo grappig. Oké, waar zijn jullie? Er is nog een kans. Er is een kans dat ze je misschien gaan fouilleren. Omdat oh, ze die agent is hier. Loop even, Gina, lopen tempo. Ja, die agent loop. Holy misschien, shit, die agent Stefan, langs. Misschien al zien ze zo meteen die auto niet meer. Toevallig gaat het trouwens naar downtown. Ja. Hij gaat toevallig naar downtown. Hij gaat nu kijken of die auto er nog staat. Stefan. Oh, hij is achter je. Hij is bij je. Stefan, wacht. Stoppen. Hij is niet naar downtown geweest. Hij zegt, it's down, zegt hij. Hij gaat me it's aanhouden. Down. Hij gaat me aanhouden. Hoezo? Waarom inderdaad? Waarom houdt hij me aan? Dus Stefan. Waarom zegt hij mijn naam? Ga naar de Kaap. Gast, wat is dit? Heb je speedbier bij je? Ik heb speedbier. Neem in. Doe ik. Wat ga naar is de Kaap. Dit? Achtervolging? Ga naar de Kaap. Waarom spreekt hij jou aan? Hij is niet eens bij Downton geweest. We zagen hem net langs rijden. Hoe kan hij weten dat ik mijn auto heb, inderdaad? Nee, hij weet het denk ik niet, maar hij spreekt je gewoon aan. Waarom? Ga kijken waar Stefan in loopt. Hij komt eraan, denk ik. Kijk uit. Ik ben al weg. Ja, je 3D-head ziet hij natuurlijk, hè. Holy shit, mijn hart. Hij loopt hier. Hij plaatst een helikopter. Hij is dichtbij het potgrondhuis. Het eerste potgrondhuis, ja. Oh hij God. Vliegt er nu langs, zeg maar. Waar hij rijdt. Heen? Welk kant? Hij gaat het bos, zeg maar, in. Hij rijdt bij de inkoop. Ik ben nu in de kaap. Potgrondhuis. Hij vliegt rondjes bij potgrondhuis. Hij gaat nu richting de villa. Toch maar terug, gaat hij. Er staat een agent hier naar hij weet de agent niet. Gaat me nu aanhouden. Oké, okay, hij heeft het doorgegeven. Hij gaat nu naar de kaap toe, namelijk. Yes. Er staat een agent hier zo. Oké, okay, gaan, weg. Stefan, kom naar de gemeenteparkeerplaats. Wat is gaan, dit, gast? Ga naar downtown, anders. Nee, niet naar downtown, de KP veilig. Oké. Okay. Misschien Credeel kan je wegvliegen vanaf de bergen? Nee, maar hij vliegt naar downtown. Hij vliegt naar downtown, Stefan. Hoor je me? Ja. Oké, okay, dan ben je in de Kaap. Ik blijf die Stefan 076 wel vervolgen. Een agent zit hier achter me. Oké, wie zit achter je aan? Dat weet ik niet, een paarse naamagent. Stefan, waar zit je in de Kaap? Ik ben bij het groene appartementengebouw. Ja, ik kom eraan. Waar moet ik naartoe? Je gewoon straks bij mij instappen. Ik ga in het groene appartementengebouw. Holy shit, deze achtervolging. Holy shit, ouwe. Holy shit, mijn hart. Niet normaal. Hij staat stil. Holy shit. Ouwe. Niet maar waar spreken ze jou aan dan? Ze zijn niet eens bij het politiebureau geweest. Dus holy hoe weten ze shit. Dat je auto nou weg is dan? Waarom spreken ze je anders aan?
Kijk, ik heb het net al mee afgehandeld. Ik ben, nee, ga weg, ga weg, ga weg. Log uit alsjeblieft, Kenny. Ga nu weg. Ik ga naar mijn fabriek. Gino, heb je het plot in het groene appartementengebouw verkocht, Gino? Nee, die heb ik nog. Ik heb je erop gehad. Welke is dat? Onder de tweede verdieping? Helemaal bovenste en dan in die ene hoek, weet je nog? Nou, niet helemaal in de hoek. Ik ben er al. Is het helemaal boven. Je kan erin, Stefan. Ik ben helemaal boven. Soort rechtdoor is het vanaf de trap. Oh, wacht, ik moet nog hoger. Wacht. Oké, ik ben er. Leg hem daar in de kist. Wat? En ga weg daar, zo snel mogelijk. Die auto, want dan gaan ze fouilleren en zien dat je een auto hebt. Yes, ik heb die auto hierin gelegd. Ja, ga weg daar. Vlieg weg. Ik blijf hier gewoon shiften ergens. Ik ga hier in een random appartement van iemand zitten. Ik zit op een random appartement nu van iemand. Okay. Holy shit, jongens, gekite. Ik ben gekite. Zou ik die auto nu pakken? Of zou ik hem ergens anders naartoe brengen, zitten, die auto? Laat zitten. Nee, je hebt er niks mee te maken. Holy shit, vriend. Waar is die Stefan? Hij is hier niet. Nee, hij staat bij Downtown Atlanta Porto Afka. Holy shit, mensen, ik wil één ding zeggen. Ze gaan nu alle portals afsluiten. Over 5 minuten kan ik uitloggen. Dit is niet afgesproken. Als mensen dat denken, dit is niet never afgesproken. Echt totaal niet. Wij vinden dit zo verschrikkelijk. Hoe weet hij dit, Stefan? Hoe kun je een Venice uit de spectator? Hij komt aanrijden. Nee, hij komt aanrijden. Luister. En dan begint je aan te spreken. Er was toch een agent, hè? Nee, er was geen agent. We hebben toen gekeken. Dat jij die auto ging pakken, was er nog een agent online. Ja, die kan snel heen en weer gerend zijn. Ja, klopt. Maar... Ah ja, en het hebben doorgegeven. Dat zou kunnen, dat daarom terugkwamen. Want... Holy shit, gek. Ik ben gekite, vriend. Mijn hart niet normaal. Ik had zo'n hoge hartslag. Maar... Dat moet ik in de hartslag meten bij een video doen. Het is echt niet gezond. Ja, en dan hoofdagent. Dit is echt raar, gast. Dit is echt heel erg raar. Oké, ze hebben alle portals sowieso afgesloten nu. Alle portals zijn afgesloten. Ik kan geen kant meer op. Ik ga je gewoon uitloggen zometeen. Je kan bijna uitloggen. Ja, denk nog ik. twee minuten of zo? Nog een paar minuten, ja. Oké, jongens. En nu... Gewoon zo uitloggen? Zo meteen uitloggen, ja. Holy shit, gekeit van agent. Hij zei dat ik mijn game mode 0 niet mocht gebruiken om te vluchten, hè, Gino? Wat doet hij? Hij plaatst net zelf in game mode 0 zijn helikopter, zei je, Gino. Ja, toch? Maar blijkbaar heeft hij daar recht op, zal hij vast wel gaan zeggen, maar Stefan. Ja, waarom heeft hij daar recht op? Ja, omdat de rechercheur is, mag hij dat wel of zo. Dat zal vast wel zijn antwoord zijn. Maar in ieder geval, je hebt je auto terug en je hebt 60.000 bespaard. Alles voor 60.000, jongen. Ik ben terug in Atlanta. En ik zie... Is Stefan daar nog? Ik zie agenten bij de portal staan. Ja? Hij kijkt me aan. Allemaal, alle agenten zijn opgeroepen. Kijk eens op die S waar ze zitten met z'n allen. Zal ik eens even kijken? Ja, kan je kijken? Iemand staat bij de K-poort, dat gewoon te wachten met je shield. Zitten met z'n allen in de channel? Nou ja, maar ik zie een aantal in de channel, maar Steven076 is gemute. Oké, het is 5 minuten verder, dus ik ga uitloggen op dit balkon. Ja, weet je zeker 5 minuten verder? Ja, of 4 minuten, maakt niet uit. Ik werd niet meer gezocht. Niemand was er meer. Nee, klopt. Holy shit, mensen. Jullie zien niet mijn homescherm dat ik ben uitgelogd, sorry. Nou, okay. Nu krijgen we een deel 3. We gaan afwachten wat er nu gaat gebeuren. Ja, holy shit. En wat gaat gebeuren als... Stefan, wat al gaan ze nu aanspreken? Wat gaan ze doen dan? Je hebt geen auto, je hebt niks. Er is geen bewijs. Ik heb geen auto inderdaad. Nee. Mijn auto is weg. Ik heb het niet gedaan. Ik weet van niks. Niemand heeft gezien. Nee. Iemand anders kan hem ook hebben gestolen. Een politieagent kan hem ook hebben gepakt. Ja. Stefan, wat al laat je nu gewoon aanhouden? Kijk wat gaat gebeuren. Ik ga hem niet laten aanhouden. Zometeen zeggen ze ja. Ze zoeken je toch wel. Ze zoeken je toch wel. Ja, dus. Oké, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik durf mijn head weer on, want anders zien die agent dat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een toffe video? Laat even een like achter. Vond je dit spannend, net als mij? Wow, wat? Laat even een super toffe reactie achter wat jij hiervan vindt. Is dit terecht wat de agenten doen? Ja of nee? Laat het weten. En abonneer op ons kanaal Potgrond. En dan zeg ik tot de volgende video. Hashtag what the fuck. Ik ben zo confused. Echt waar, what the fuck. Jongen. Doei. Doei.